Goedemiddag allemaal. Ik ga even kijken of ik mezelf ook vind. De derde workshop van vanmiddag al. Hey Anouk. Lekker. Iedereen komt naar binnen. Een plasje gedaan, een kopje thee of een kopje koffie gepakt. We hebben net natuurlijk vanuit de schoenenzaak, alles kan. We hebben natuurlijk net die toffe workshop gezien van Daisy. Oh, heel gaaf. Maar ik ga het een stuk laagdrempeliger doen. Maar dat maakt het niet minder leuk natuurlijk. Ik wacht nog even tot iedereen ons gevonden heeft. Goedemiddag. Iedereen nog al helemaal onder de inkt en verfvlekken. Alweer van de partij, Ingrid. Mooi. Dat is ook de bedoeling, hè, als we een hele dag lives plannen. Ik wacht nog even een paar minuutjes. Daisy had de vraag gesteld. Willen jullie van tevoren zien wat we gaan maken of willen jullie dat als verrassing laten? Ik stel dezelfde vraag. Wat willen jullie? Goedemiddag. Iedereen komt nog rustig binnen. Het is ook weer een perfecte zaterdag om lekker veel te knutselen. Het weer is best, ja, het is niet echt koud, maar een beetje guur. Een beetje inkthanden, ja. Daar heb ik ook last van. Hoi Roelie. Iedereen kijkt even lekker mee, gezellig. Nou. Te nieuwsgierig, dus laten zien. Prima. Dan laat ik hem zien. Ik ga een mixed media kaartje maken. Met de structuurpassen, de doorzichtige. Ik ga deze maken. Ik heb inkt op vellen aangebracht met structuurpasta. En dat op een zwart kaartje. Je kunt dat natuurlijk op iedere kleur kartstok doen. Maar ik vind de kleuren paars, roze, een beetje dat groen-blauwige, vind ik altijd super mooi staan met zwart. Dus dat gaan we doen. En ik zal het even in een close-up laten zien. Maar jullie zien dat ik op de achtergrond ook de hartjes heb aangebracht met het maskstencil van Dutch Doobie Doo. En dat vind ik super gaaf. Ik vind het ook leuk dat je die lijntjes een beetje ziet. Dus het mag lekker stoer. Ik ga een beetje een stoer kaartje van maken met een lieve twist door de kleurtjes van de inkt. Ik heb even eten gepakt. Ja. We hebben nog bijna geen tijd om te eten en te drinken vandaag door al die leuke lui's. Nou, ik heb hier mijn spulletjes neergelegd die ik ga gebruiken. Een stukje zwart kartstok. Ik heb nog een klein label van zwart. Dat heb ik op dit kaartje niet gebracht, maar, of niet gebruikt. Maar ik denk misschien dat dat ook wel leuk is. Dus we kijken wel of we dat gebruiken. Een stukje vellum. Wat hemdkort. Wit en zwart. Ik weet ook nog niet welk kleurtje ik ga gebruiken. Dat zien we allemaal wel als we bezig zijn. Ik heb wat zwarte structuurpasta van Dutch Doobie Doo. Oh, dat is ideaal. Man lief zorgt voor de versnaperingen. Dat zou ik ook wel willen. Nee, dat stoort alleen maar onder deze live. Laat ik dat maar dadelijk doen. Maar wel lief. Ik gebruik de doorzichtige structuurpasta van Dutch Doobie Doo. Ik heb Isink inkjes. Mag je ook natuurlijk zelf kiezen welke kleur je mooi vindt. Maar ik gebruik de Cherise. Ik weet niet of je het nog goed ziet. Ik heb een vlek op het etiketje. De Ancré. Of hoe je het ook uitspreekt. Dit is Frans dus. En een Mer du Sud. Die ga ik dadelijk combineren. De witte spetterpen. Maar spetteren kun je natuurlijk ook met gessenpassen, zoals deze dat had laten zien. En we gaan gewoon lekker beginnen. Ik ga alleen even mijn mascara zoeken.
Zo, ik zal nog even laten zien wat ik allemaal ga gebruiken van de goodie bag. Want ik had een beetje keuzestress wat ik allemaal wilde gebruiken. Sowieso deze stencil. Ik ga de stickervelletjes gebruiken. En de stempelset zal ik nog gaan gebruiken. Maar hoe precies, dat weet ik eigenlijk nog niet. We gaan als eerste even beginnen met de achtergrond. En ik zal even twee voorbeeldjes laten zien, want ik heb wat voorgewerkt. Die pasta die droogt natuurlijk wat langer. Dat is het enige nadeel aan mixed media. Je moet geduld hebben. Of natuurlijk een heat tool hebben. En ik heb, ik hoop dat jullie het goed zien, de grote hartjes en de kleine hartjes gebruikt. En voor het project wat ik wilde, vind ik toch de grote hartjes wat mooier. Vooral omdat ik die structuur in die hartjes echt heel erg gaaf vind. Maar als je een beetje liever wilt, zijn die kleine hartjes natuurlijk ook hartstikke prima. Maar ik ga voor de grote hartjes. Ik heb een stukje kartstok genomen. En dat is 15 centimeter hoog en 10,5 centimeter breed. En dan ga ik even goed kijken dat ik hem vooral aan de zijkant goed heb. Daar ga ik de structuurpas op aanbrengen. Ik heb de glasplaat weer, die magnetische. Dus ik leg het vast met magneetjes. Nu pas wel op, en dat is me al heel vaak gebeurd. Ik heb een klein spateltje van ijzer. En mij blijven iedere keer die magneetjes aan dat spateltje hangen. En dan heb ik alles vol zitten met de structuurpasta. Dat is niet handig. Dus zorg dat als je in de buurt van het magneetje komt, dat je dat magneetje even vasthoudt. Zo, ik pak met het spatel een beetje structuurpasta. Dan ga ik dat gewoon lekker op een kaartje plamuren. En ik vind dat je best lijntjes in die pasta mag zien, want dat maakt juist dadelijk dat je dat toffe structuurtje in je hartjes hebt. Ligt er natuurlijk helemaal aan welk project je maakt en wat je leuk vindt. Maar ik ga dat dus vooral niet te glad en niet te netjes doen. Mag lekker stoer. Stoere hartjes. Bijna Valentijnsdag. Als je een stoere man hebt, is dat een heel lief, maar toch stoer kaartje. En ik hou heel erg van kleurtjes, maar ik hou ook stiekem echt heel erg van zwart. Als je mijn kledingkast ziet, donkerzwart, pastelzwart, alle kleuren zwart komen daarin voor. En in kaartjes gebruik ik dat ook eigenlijk wel heel erg vaak. Alleen, ja, soms denk ik, is het een beetje te veel rauw kaartje. Oh, ik ben alles weer vol in knoeien. Pak even een schoon boekje. Fijn dat tijdens deze live de magneetjes niet door mijn structuurpasta heen vloekten. Kijk. Dit is als de structuurpasta erop zit. Ik leg hem even aan de kant op een keukenrolletje. Dan maak ik die dadelijk na de live schoon. Gaaf, hè? Dat is nu natuurlijk wit. Maar als het dadelijk gaat drogen, dan krijg je hele mooie doorzichtige hartjes op je papier. En vooral in combinatie met het zwarte papier vind ik dat heel tof. Maar ik ben ook nieuwsgierig als jullie andere kleurtjes gebruiken wat dat wordt. Dus vooral doen wat je zelf wil. Dat is het leuke van mixed media. Ja, ik bedoel, Terra, de combinatie zwart met pastelkleurtjes. Even kijken. Pastel zwart? Nee, dat is een grapje van me, omdat ik zoveel zwart draag. Dat mijn vriend altijd voor de grap zegt, och, heb je weer wat donkerzwart aan, of lichtzwart, of pastelzwart. Om een beetje afwisseling erin te brengen, maar zwart blijft natuurlijk hartstikke zwart. Nou, dit laat je dadelijk lekker drogen. Dat kan met de heat tool, maar
Dat lijkt me niet zo fijn als ik een hele life ligt met de hito bezig ben. Daarom had ik voorbereid. En dan had ik dat kaartje al klaar. Nou, wat ik dan ga doen, is spetteren. Dan pak ik de witte Molotov pan weer voor. Ik pak even een blaadje om even te zorgen dat de inkt goed naar de punt loopt. En dan een beetje afvegen, want anders krijg je zo'n hele grote spetter meteen. En dan pak in dit geval een spatel. Je kan natuurlijk ook op je schaar of je lineaal, wat je wil. Dan ga ik een beetje spetters aanbrengen. Heerlijk. Poets je daarnaast wat minder. Want niks is zo leuk als lekker kliederen. Dan veeg ik deze spetters ook weer even af. Merk dat als je die laat zitten, dan moet je ze een beetje eraf krabben. Dus ik zorg dat ik die altijd meteen wegvlieg. Afdrogen. En dan hebben we eigenlijk de achtergrond, de basis van mijn kaartje al bijna af. Ik leg hem nu aan de kant en dan laat ik hem even drogen. En dan gaan we verder met het stukje vellum. Nou, ik ben een beetje gaan experimenteren, want ik dacht van ja, wat is nou het leukste als je eerst de structuurpasta aanbrengt, of eerst het vellum, of de inkt, pardon. Hier heb ik dus eerst structuurpasta aangebracht op vellum. En dan met de kleine en de grote hartjes. Maar de kleine die vallen een beetje weg in de vlekken, dus dat vind ik zelf persoonlijk niet zo goed werken, dus die gaat weg. Maar bij de grote zie je dat je dan de hartjes mooi nog ziet. Op de vellum, de structuurpasta aanbrengen, is eigenlijk precies hetzelfde als op het zwarte kartstok. Nee, de hartjes die zijn nog niet droog. Dat moet inderdaad eventjes drogen, maar het gaat best snel, Greetje, vind ik. Kijk, nu in de live is het natuurlijk jammer als jullie dan heel lang moeten wachten, maar... Het gaat op zich best wel snel dat die droogt. En het ligt er natuurlijk ook aan als je het maar heel dun erop aanbrengt. Is die sneller droog dan als je, zoals wat ik heb gedaan, wat lekker dikke klodders erop heb gedaan. Dus dat mag je even kijken wat je zelf het mooiste vindt. Molotov cocktail, ja, Terra X. Echt, ik verspreek me iedere keer daar weer mee. En het is ook echt niet dat ik dat... Weet ik veel vaker. Heel raar. Maar goed. Dus ik heb hier op vellum al structuurpasta aangebracht. Het gaat precies hetzelfde als op het zwarte kartstok. Leg het even vast met magneetjes als je die hebt. Of met een stukje tape. Breng het erop aan. En ik zou, als je de masker afhaalt en het laat drogen, eventjes met magneetjes een beetje vast laten zitten. Want dat heb ik bij deze ook gedaan. En dan... trekt hij niet zo heel erg krom. En droogt hij redelijk recht. Vervolgens ga ik met mijn inktjes kijken wat kleur erop aanbrengen. En hoe ik dat doe, ik ga op de stempelmat of op de glasplaat, ga ik de inktjes gewoon aanbrengen. Zo. Lekker veel roos. Doe ik hier nog een beetje. En vervolgens ga ik met wat water zorgen dat het gaat mengen. En dan heb ik een penseeltje. Nu ga ik dit een beetje kijk, nu ziet dat een beetje raar uit, maar dat vloeit dadelijk toch allemaal in elkaar over op het moment dat het papier erin ligt. En dan pak ik het velletje vellum. En dan met de structuurpasta naar beneden. Want dan zorg je er dus voor dat de hartjes mooi open blijven. En dan leg ik die daar gewoon in. Dan duw ik dat een beetje aan, dat de kleur overal kan lopen. En dan pak ik hem eraf. Maar oppassen, je gaat echt heel erg krullen. Dus... dan breng ik de magneetjes weer aan op de hoekjes. Dan ga ik toch even met mijn heat tool een beetje drogen.
mooi lekker weer was. Dat die droog is. Er komen nog lekker wat mensen binnen. Kijk maar allemaal mee. De filmpjes zijn sowieso later nog allemaal terug te zien. Zo. Kijk. En dan zie je dat er al kleur op aangebracht is. En wat ik dan doe, is nog een keer het papiertje in de inkt leggen. Als je het tussendoor niet droogt, dan loopt alles gewoon in elkaar over. En nu krijg je wel, ik weet niet, ik vind de overgang naar de kleuren wat mooier. Ik wil hier een beetje roze. Dan breng ik hier nog een beetje. Hier wat aan de zijkant. En kijken dat er overal een beetje kleur zit. Gewoon alles door elkaar. Dan droog ik dit weer. Ik vind het eigenlijk veel mooier gelukt dan deze. Nog. Dan ga ik deze gewoon nog een keertje doen. Kijken of daar wat meer kleur in komt. Zo. Mooi hoor, lekker kliederen. Mijn heat tool is van Ranger, maar volgens mij zijn die best wel lastig te krijgen, is al een oudje hoor. Maar hij maakt in ieder geval niet veel geluid, nee. Dat is wel fijn voor tijdens een live. Zo. En deze nog een beetje drogen, die is bijna droog. Zo. Ja, gaaf hè, die kleurtjes. Kun je ook natuurlijk met alle kleurtjes doen die je wilt, maar ik vind deze combinatie altijd heel mooi. En de hartjes zie je ook nog best wel duidelijk. Ja, mooi. Ik had het plan eigenlijk om ook wat met die stempels te doen, maar ik ben dat dus vergeten. Maar ik zal even laten zien wat ik bedoel. Ik heb een beetje geëxperimenteerd met inktjes op het een heat tool voor een föhn gebruiken in plaats van een heat tool. Bij een föhn komt er veel meer wind uit, zeg maar. Dus dan blaas je alles weg en de heat tool wordt ook warmer. Dus ja, ik vind dat niet zo goed werken. Ik zou toch voor de heat tool gaan als je die tot de beschikking hebt. Ik heb geëxperimenteerd met de inktjes op vellen. En ik dacht, als je nu stempelt, welke volgorde je dat moet doen. En dat is het leuke van Mixed Media. Hè? Je kunt gewoon alles uitproberen en vervolgens kijk je wat je mooi vindt en hoe je het verwerkt. Nu heb ik op deze eerst gestempeld en toen inkt aangebracht. En dan zie je dat het scherpe van de stempel niet meer is. Dat is een beetje jammer. Dus ik zou eigenlijk altijd aanraden om eerst met de kleur te werken. Dat hebben we voor met deze gedaan. En vervolgens, als die droog is, stempelen. Maar ik ga dat bij deze niet doen, bij deze tag. Maar je ziet, je kunt gewoon kleine stukjes proberen. En je kunt het altijd op een leuke manier verwerken in kaartjes. Dus jullie zullen die van mij ook nog wel voorbij zien komen. Nou, deze had ik al voorbereid. Ik heb daar een tag van gemaakt. En dat heb ik gedaan met de Malvern Studio Live. Monika had volgens mij vorige week daar ook een live mee gedaan. Dat is stencil SL344. En daar gebruik ik deze tag voor. Het is gewoon een mooi formaatje en ik vind het leuk op elke wijze dat dat uit twee stukjes bestaat. En
Ja, ik heb gewoon willekeurig een tag gekozen, dat is deze geworden. Maar je kunt natuurlijk ook zelf een klein stukje zwart of een klein stukje vellum op maat snijden. Toen die klaar was, heb ik die dus gestanst met die man. En dan is die eigenlijk al helemaal klaar. Als basis natuurlijk, hè. Oh, ik zie dat hier een stukje papier op plakt. Dat is niet de bedoeling. Nou, wat ik dan ga doen, is met de zwarte gesso nog meer kleuren. Oh, wacht, ik moet natuurlijk wel eerst een stickertje pakken. Dan ga ik hieronder in het hoekje een sticker pakken. Even kijken. Veel te veel keuze. Ik ga gewoon deze pakken. En dan plak ik die hieronder. In het hoekje. Een beetje recht. Of niet, als je natuurlijk helemaal niet recht wilt. Zo. En dan pak ik een klein spateltje. Dan ga ik langs de randjes een beetje zwarte structuurpasta aanbrengen. Gewoon, hoeft niet overal even dik. Gewoon lekker zoals het uitkomt. Zorgen dat wel de tekst natuurlijk nog goed te lezen is. Ja, het leuke van handwerk is dat er nooit twee dezelfde zijn, dat klopt. En zeker met mixed media, daar heb ik dat helemaal. En vooral als je de techniek gebruikt die ik gebruik, de kleuren lopen toch altijd zoals ze willen. Daar heb je geen invloed op. En dat vind ik eigenlijk juist heel erg leuk hieraan. En als ik hiermee bezig ben, dan heb ik ook altijd meteen weer een heleboel voorbeeldjes of in ieder geval kleine dingetjes zoals deze twee, die ik dan in een ander projectje ga gebruiken. Als ik met mixed media bezig ben, komt er nooit maar één ding uit. Ik ga ook nog een beetje proberen, kijken of dat lukt. Langs de rand van de tekst te doen, zodat dat witte randje niet zo, zo scherp afsteekt. Vind ik niet zo mooi. Met een beetje priegel. Zo. Zo, kijk. Laat ik die even drogen. Deksel meteen op de potjes, dat niks uitdroogt. Dan leg ik die hier even op, zodat die randen goed drogen. En ondertussen zullen de spettertjes van mijn zwarte basis al ook wel droog zijn. Ja. En dan ga ik die bewerken met een paper distresser. Ik had alles heel netjes klaargelegd. En die ligt hier onder mijn heattool. En het vind ik wel bij het kaartje passen. Ik ga dat lekker grof doen. Het mag echt goed te zien zijn dat daar een ruw randje aan zit. Sommige plekjes ga ik het eigenlijk nog inscheuren. Maar ik wil vooral niet dat deze kaart heel strak wordt. Zo. Een paar keer langs. Sommige stukjes wat meer dan de andere. Dat je goed ziet dat er een ruwe rand aan zit. Even kijken. Ik ga een beetje inscheuren. Een beetje omvouwen. Kijk eens. Niet te braaf. Zo. En dan lijkt het me wel leuk om te kijken of ik nog een bijpassende sticker vind. Um.
Live in the moment. Kijken of daar iets, iets bij hoort. Ja, naar je hart luisteren, dat past er wel bij, hè. Ik ben gek op tekststickers, stempels ook trouwens. Zo. Ik vind het ook wel gaaf dat het lettertype een beetje zo'n typemachine idee is. Zo. Deze is zover klaar. Kan ik straks nog wat randjes omheen tekenen. Deze zal nog niet droog zijn. Maar dat maakt niet zoveel uit, want ik had uit de stansen, daar zitten ook van die handige reinforcers bij, van die ringetjes. Ik heb er daar twee van uitgestanst, want vellum is best dun. En ik denk dan is het wat steviger. Dus ik ga aan de voor- en aan de achterkant ga ik een reinforcer plakken. Zodat waar het touwtje dadelijk doorheen komt, dat dat wat steviger is. Dan plak ik gewoon vast met de Dutch Doobadoo lijn. Even zo vastpakken dat ik dadelijk niet helemaal onder de zwarte structuurpasta zit. Ik weet nu al dat mijn pogingen tevergeefs zijn, dat dat toch wel zal gebeuren, maar goed. Zo. Ik zal dan zorgen dat ik het wat beter in beeld doe. En deze plak ik op de achterkant. Even goed aandrukken als ze recht liggen. Dan is het allemaal net wat steviger. Ik had voor de zekerheid wat zwarte, een zwarte tag nog uitgestand, maar ik twijfel eigenlijk of ik die erachter ga plakken. Maakt niet zoveel uit. Het zou bijvoorbeeld wel leuk zijn als je een wit kaartje achter doet. Nou, wat ik dan ga doen, is een gaatje aanbrengen in het kaartje waar ik die tag vast wil maken. Ik heb hier heb ik de sticker geplakt, de tekst, dus dan vind ik het mooier als dat een beetje hier is. En dan doe ik dat tussen twee hartjes in, een beetje bovenaan. Zo. Kijk of die eruit wil. Ja. En dan wordt dadelijk met een touwtje, als de structuurpasta droog is, ik zal hem even een beetje helpen met de heat tool. Dan ga ik hem daaraan bevestigen en dan is dit mixmedia kaartje eigenlijk al klaar. Zo gemakkelijk kan het zijn. Ik ga twee touwtjes gebruiken, dat is wel leuk. En doe ik die hier doorheen. Dan doe ik weer het trucje wat ik vorige week ook bij de live had gezien, laten zien of deze week. Ik leg even het magneetje op de touwtjes. Zo blijven die liggen. Want anders springen die alle kanten op. En dat is best irritant als je daar een strikje in moet maken. Deze kan een stuk korter. En dan maak ik er een strikje in. Ik heb ook altijd best wel lang getwijfeld om met mixed media te beginnen, omdat ik dacht van boah, dat is moeilijk of ik kan het niet. Maar eigenlijk, juist het leuke aan mixed media is dat je alles kan en alles mag gebruiken. En alles is ook leuk, want er is gewoon geen regeltjes of wat dan ook waar je aan moet vasthouden. En dat vind ik zo leuk. Ik heb die wat korter. Zo.
Kijk, en dan heb je heel snel een mixed media kaartje. Stoer, maar toch lief. Gewoon door een stukje vellum breng je al meteen een heel ander een kaartje. Ja, Ine, dus ook, ik ben ook helemaal om. Ik heb ook wel afgelopen week weer een aantal keren. Ik ben blauw als een smurf naar het werk gegaan, laat ik het zo zeggen. Ja, mooie kleurencombinatie, hè? Vind ik ook. Nou, zijn er bijvoorbeeld nog vragen? Want ik ben best snel door deze live heen gegaan. Zijn er nog vragen over de inktjes in combinatie met vellum of met transparante structuurpasta? En anders dan hebben jullie lekker pauze. Kunnen jullie even rustig een boterhammetje gaan eten. Voordat dadelijk de andere dames komen. Er komen echt nog hele toffe projectjes aan. En ja, als er geen vragen meer zijn, dan zou ik willen zeggen een hele fijne middag. Heel veel creativiteit. Of je ook andere inkt kunt gebruiken. Ja, je moet opletten als je de inkt gebruikt, Ria, tenminste, ik heb hem nu gebruikt met water. Hè. Ik heb wat water erop gedaan, zodat hij mooi zou mengen. Dan moet het wel altijd een inkt zijn die ook reageert op water. Anders dan gaat dit effect niet gebeuren. Dus dat is wel belangrijk als je de inkt uitzoekt. Maar je kunt het ook met waterverf doen, hè? Eigenlijk met alles. Als het maar reageert op water. Nou, prima. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Heel veel plezier. En als jullie iets hebben gemaakt, laat alsjeblieft ook zien op Facebook. Dan kunnen we elkaar zo weer inspireren door net een andere twist aan de projectjes te geven of wat dan ook. Heel veel plezier en fijne zaterdag nog. Doei doei!